Heel eerlijk gezegd zeg ik altijd, mijn vader heeft mij altijd naar de horecaschool geschopt, letterlijk en figuurlijk. Omdat ik niet wist wat ik moest. Mijn ouders hadden een touringcarbedrijf en eigenlijk deed ik daar al tijdens bepaalde reizen, zeg maar, al de drankjes verzorgen ze in. Dus dat zat eigenlijk wel in me en ik vond altijd de bezoeken aan hotels en dergelijke vond ik altijd al inspirerend. En ja, eigenlijk doordat die schop naar de horecaschool toen ja, echt, ik denk dat bij Juliana pas ergens is naar voren gekomen van dit is wat ik wil. Gastronomie, gasten verwennen, bezig zijn met wijnen. Ik denk dat daar echt pas de stap begonnen is.